make it, do it, makes us, make it, do it. Bruggeling Jan de Vlieger heeft een tentoonstelling lopen in het kasteel van Gaasbeek bij Brussel. In het kasteel zijn vooral interieurs en stillevens te zien. Momenteel werkt de Vlieger aan een reeks rond tuinen. Zita Max gaat de schilder opzoeken in zijn atelier en kijkt mee over zijn schouder. Ik begin in feite altijd van achter naar voor. Dat is het meest logische. Als er lucht in het beeld komt, schilder ik eerst de lucht. Dan schilder ik de bomen. Dan ga ik bijvoorbeeld de vijver schilderen die voor die bomen komt. En dan de boot die op de vijver ligt. En dan het grasperk. Dus men begint eigenlijk van achter naar voor. Men bouwt het beeld eigenlijk zo op. De essentie is in feite de overdracht van energie. Dus het beleven van de natuur, de beleving van die bloemen, van dat gras, van dat groen. Hè? Dus als ik groen schilder, schilder ik niet groen, maar schilder ik die blaren. Hè? Dus dat is belangrijk dat je die energie overdraagt. Tijdens het schilderen zal ik de compositie niet echt meer gaan veranderen, want dit is gebeurd in Photoshop. Dus de voorstudies waar men vroeger eigenlijk schetsen mik, dit gebeurt nu achter mijn computerscherm en dat is eigenlijk het artistieke deel. Dat is het deel waar ik van foto naar een kunstfoto ga. Als kind al kon Jan de Vlieger goed tekenen en hield hij van kleuren. Hij ging naar de academie en trok daarna naar Sint-Lucas in Gent. De Bruggeling houdt van schilders wiens werken levenslust en energie uitstraalt. In zijn werk moet je niet op zoek gaan naar een politieke of sociale boodschap. De boodschap is meer een van mens, kijk om je heen, trek je ogen open. De wereld is een schilderij. Sinds kort heeft Jan de Vlieger een nieuw atelier. Voorlopig wordt het als opslagruimte gebruikt, omdat hij de tijd nog niet vond om al zijn spullen te verhuizen. Het werk van de Vlieger leunt thematisch aan bij het impressionisme. Technisch staat het er mijlenver vanaf. Bijvoorbeeld Matisse, in de jaren 20, die schildert de dans. Dus die schildert dansende figuren, maar zeer braaf. Terwijl Willem de Koning, die danst zelf. Tijdens het schilderen. Dus die energie, die overdracht van gevoelens en emotie, die is veel flagranter aanwezig in het expressionisme. Dus wat ik doe, is in feite die schildertechniek vanuit de schouder terugenten op een figuratief beeld. Dus dat is een nieuwe manier, een nieuwe benadering van de figuratieve schilderkunst. Ik wandel van links naar rechts. Ik schilder dat in één trek. In één ruk, dus niet. Dat ging voor de abstracte expressionisten onmogelijk zijn. Het werd niet gedaan. Men ging zo een lijntje zetten, nog een stukje, nog een stukje, nog een stukje. Waardoor in feite wat snelheid en frisheid uit die doek verdwijnt. Op de tentoonstelling Schatkamer in het kasteel van Gaasbeek krijg je recent werk te zien. Het zijn vooral interieurs en stillevens van glas en porselein. Het is de eerste keer dat het werk gepresenteerd wordt tegen een donkere achtergrond. Dat maakt dat het werk een grote luminantie krijgt. Dus het licht schijnt precies vanuit het werk te komen. Het worden als het ware lichtbakken. Bijzonder is ook dat de Vlieger twee nieuwe schilderijen maakte, geïnspireerd op het kasteel. In de oorspronkelijke foto stond Hans dat stuk in de donkere, in de duisternis. Dus ik heb dat gefotoshopt, dat eruit gehaald, in functie van de balans te herstellen in het beeld. Maar essentieel was dat er een ongelooflijke mooie sfeer in zat van de zon. De zon reflecteerde ook tegen die panelen zo. Dus nu heb je een totaal ander kleurpalet natuurlijk. De zon is er nu niet, maar van het ogenblik dat de zon hier binnen valt, krijg je dus die gloed in die kamer, krijg je eigenlijk het beeld dat we hier hebben. Op zolder wacht de bezoeker een verrassing, een werk op bladgoud dat op het eerste zicht helemaal niet past bij de rest van het oeuvre, maar volgens de kunstenaar dezelfde thema's van herhaling en kleur aansnijdt.
De expo Schatkamer in het kasteel van Gaasbeek loopt nog tot 26 juni. Wie het wat dichter bij huis zoekt, kan in juli en augustus terecht in Galerie Zwarthuis in Knokke voor de expo Pleasure Gardens. Er is ook een nieuwe catalog uit. Voor meer tips, surf naar uitinwestvlaanderen.be.